Heel goedemorgen, welkom bij deze marketsupdate van BNP Paribas. In de VS overheerste de opluchting dat de importheffingen tegen Mexico weer even van de baan zijn. Tegenvallende macrocijfers over de werkgelegenheid gaven beleggers nog eens extra munitie om aan een renteverlaging te denken. Dow Jones en S&P liepen ruim 1% op, de Nasdaq wist zelfs 1,6% bij te schrijven. Beyond Meat schoot 39% omhoog, ondanks matige cijfers. Het aandeel blijft sinds de beursintroductie mateloos populair. United Technologies en Raytheon gaan fuseren, vormen samen een van de grootste defensie- en luchtvaartbedrijven ter wereld, met een waarde van $74 miljard. Eind juni zullen Trump en Xi Jinping elkaar ontmoeten op de G20-top. Dat is nu al duidelijk. In Azië kwamen de Chinese handelsbalans wederom hoger uit de bus. De import viel terug waar de export nog toenam. Chinese markten boekten daarop stevige winst en ook de Nikkei en Kospi-index konden ruim 1% hoger sluiten. In Amsterdam wijzen de futures ondertussen ook op een hogere opening. De volumes kunnen echter wat lager zijn in verband met tweede Pinksterdag. Citibank geeft een upgrade op de Europese verzekeringssector. Aegon en Generali gaan van sell naar neutraal en Allianz en Prudential komen op kopen te staan. Men ziet dat de ingezette reorganisatie de vruchten beginnen af te werpen. Fiat Chrysler en Renault praten achter de schermen nog steeds over de samenwerking. Grootste uitdaging is nog steeds om de partner van Renault, het Japanse Nissan, over de streep te trekken. Vandaag op de agenda onder andere industriële productie uit Italië, Verenigd Koninkrijk en VS. Verder onder andere de JOLTS-cijfers en deze geven een indicatie over de openstaande vacatures in de VS. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.